allemaal een beetje zin in? Nee. En hoe gangen met jullie? Nee. Dat is eigenlijk niet zo mooi, hè? Ja, daar heb ik geen handel aan, natuurlijk. Mensen, ik zal me even voorstellen. Ik zei dokter Bernhard. Ik ben de huisarts van Kaalstrip. En voor uw probleem, groot of klein, moet u bij dokter Bernhard. Er was weer een beetje tot rust gekomen en ik zeg, Rauke, wacht even. Ik zeg, ik moet even overleggen met mijn collega. Dan kom ik zo bij jou terug. Ja, is goed, sis. Dus ik gegaan en... Nee, 5 minuten later komt er ook een andere dokter wel. En weet je, als een trekt die deur open en die kijkt ze ook een keer zo van top tot teen aan. Hè. En die zegt niks en die loopt erbij. 5 minuten naar de rand. Weer in, hè. Ook zo'n witte jas aan, deur op, kijkt ze ook een keer aan zo. En die loopt ook weer weg. En op een gegeven moment van ja. Dus ik kom op een gegeven moment zo verder binnen gelopen. Zeg, hoe zit dat nou nog? Word ik hier nog geholpen of niet? Ja, dat weet ik niet. Die mensen, wij zijn niet ook maar het schild, nee. Ik was zelf op pad voor een spoedgeval. Chris was bij ons omdat hij bijna niet meer kon praten. Hij was zo eens. Hij was weer naar het eerste geweest van Kaalstrip. De hele dag goed staan te kwijken daar. Maar daar kon je niks meer zeggen. Weet je. Nee, ik zeg al, ik was er niet, dus die van ons die doet open. En zei, hé, meneer Stas, hoe is het? Kan ik iets voor u doen? Ja, dat zei Chris. Is dokter Bernhard thuis? Die van ons, ik kijk een keer links, ik kijk een keer rechts. Nee, kom maar gauw binnen. Ze kwamen les ook in het moment en die word je heel Belg geworden. Zeg Belg? Ja, weet zeker, ja. Ik zeg, nou, dat is heel handig. Zeg, dan halen wij gewoon 50% van jouw hersens eruit. En dan doen we dat weer dichtmaken en dan ben ik het Belg. Ja, dat is mooi, dat is mooi, dat klinkt goed. Ja, doen we dat. Die mensen geholpen en... Ik kwam hier weer bij na de operatie en ik zei tegen hem, we hebben eigenlijk toch wel een klein foutje gemaakt. Zeg, in plaats van de helft van jouw hersens hebben we 95% weggehaald. Ah, ik zit hier, dat mag niet niks. Goedenavond. Ik zal me eigenlijk even voorstellen, ik ben Miep. En... Zoals die vent men dan noemt, Miep, de kassa-Miep. Dat hij zelf toch een bandje gezoeken, lammentak. Maar goed, ik ben er eigenlijk meer in van 12 ambachten en 13 ongelukken. Ja, 14 als je die vent van mij meerekent. Maar ja. Zo ben ik natuurlijk niet altijd kassa-Miep geweest. Ik ben ook een tijdje dokter geweest. Kunt op een gegeven moment Frans Kostiaans bij mij, hè? Zeg Frans, dokter Miep, mag ik u eens even iets vragen? Ik zeg natuurlijk Frans, wat is het jongen? Zeg ik wel eens. Hij zei, nou dokter, waar begint eigenlijk dementeren mee? En ik denk, oh. En ik denk, oh ja, zoals alleen ik dat kan. Ik zeg Frans. Dementeren begint met de D. Met de D, Frans. Zo kom ik tussen de bedrijfdeur ook een keer thuis. Staan er midden in de hal 2 grote weekendtassen. Zie die mens van mij, dat schatje. Hé, hey, lieverd, zullen we er een leuk weekendje van maken? Ik zeg, nou, natuurlijk, ik ga wel mee. Hij vat de tassen en die zegt, tot maandag. Ja, we zijn zeker maar klaar mee aan die kassa, hè. Les, hè. Een echtpaar. Ik denk een jaar of 70 dat ze getrouwd waren. En elke keer als die vrouw iets vroeg, zei die mens, natuurlijk, schatje. Jazeker, duifje. Natuurlijk, lieverd. Ik zeg tegen die man, ik vind dat zo lief en zo bijzonder hoe dat jij dat toch elke keer tegen jouw vrouw zegt. Ja, zie die man, dat is helemaal niet bijzonder. Ik kan al 10 jaar niet meer op de revernoom komen. Ik ben al 25 jaar getrouwd met ons jet. Lest was ze weer aan het mouwen. Zie ze, hey, ik wil ergens heen waar ik al lang niet meer geweest ben. Ik zeg, ja. Wat dacht ik even van de keuken? Ja.
Ze bleef mouwen, dat mens, hè. Ik zei je, easy, Jet. Hey, weet ik weer trouwens, hè? We hebben net de zomervakantie 6 weken duurt en de kerstvakantie maar 2. En dat is heel simpel, hè? Bij warmte zet iets uit en bij kou krimpt het. Zitten we dan eigenlijk met z'n allen in dat vliegtuig naar Spanje, hè? Hebben we ook nog zo'n meidje van plezier bij? Je weet wel, zo'n boel mokkel, hè? Ik vroeg nu, wil je bij het raam zitten? Nee, 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 zei ze, vakantie is vakantie. Mijn familie was ook nog mee, hè? Zit dat zoontje tegen je vader? Papa, papa, waar is eigenlijk een hotel? Oh, zei die vader, dat is geweldig. De bedden worden voor ons opgemaakt, er wordt gekookt en schoongemaakt. Papa, 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 waarom gaat mama dan mee? Noord! Ik heb niks leuks in de zaal zitten. Ik zal me alleen even voorstellen. Ik ben Ben. Ben de Klos. Single. Alleen. Ja. Ik woon nog bij zijn papa en span. Ja. En dan zei ons man dat hij vooral een toppraat was. Dat ik hier maar eens moest gaan kijken. Nee, ons vader en moeder, hè. Dat zijn experts op het gebied van relaties, hè. Onze vader zei altijd... Verliefd zijn hetzelfde als een flitspol. Komt altijd onverwacht. En kost ook bakken met geld. Ja. Als moeder tegen die is zo anders, hè. Ja. Die zegt, verliefd zijn, hetzelfde als je in uw broeken pist had. Iedereen die ziet dat nu, alleen gaat hetzelfde bij haar gevoel. Ontspannen. Die zegt, mama, droog ik in jou een trouwring niet aan de verkeerde vinger? Ja, dat klopt, zei ze. Ik ben nog getrouwd met de verkeerde vent. Ja. Ja. En wat bij ons niks geworden was. Ja, en beheer kon ook nooit. Hoe wij hebben besloten op vakantie te gaan. Hé, wat denk ik daarvan? Ja, 10 dagen naar Aruba. Hé. Hey. Ja. Dus pap zei altijd, het leven is als een neus. Je moet er uithollen wat erin zit. Sommige mensen roken naar een drugs en wij roken naar gewoon een prof, hè. En er zijn er ook nog bij die zijn zo heel vreed, hè. Als ze hier de plak op krijgen, hè. De lek vallen des op een aardvuur te zitten. De rest was een grote paniek. Politie erbij, want ze dachten dat iemand vermoord zou worden. Echt waar. Wat bleek, stond er in een tractor te horen. Hij had hardop gezeten. Ik ga de trekker overhalen. Dat is niet het enige spectaculaire wat hier gebeurt op het plein. Lest reden in een tractor dwars door het huis van Anne Brokken de badkamer. Ja, daar hadden we werk aan gehad. Wat bleek, door in een douche hing een bordje. Na gebruik douche schoonmaken met trekker AUB. Maar ik zit dan bij die in de tractor en het blijft altijd van mensen aardig en huifkar, hè? Jeus, waarom? Ik weet het niet. Misschien hebben ze een goede, of ik bedoel een andere muzieksmoor. Dat zou kunnen. Of misschien zijn ze nog bij een ton van de vurige kroeg, ik weet het niet, hè? Lest zat ook zo'n blond vrouwke. Die zat zo heel serieus. Een fles sinaasappel zat te krijgen. Heel serieus. Maar ik word dan hen, hè. Ik wil wel weten wat ik nog meeneemt in die huifkar.
Ik zeg, als jij deze drinkt, dan kun je de volgende keer ook wel rijden, hè? Ja. Ja, een gekke joenie, niet jij. Sssst, zie ze. Hier is die geconcentreerd. Het is allemaal niet alleen maar leuk dat jij met de jeugd hebt. Die hebben zo op hun eigen leeftijd ook al hun eigen problemen. Lest, zat zo'n boerinneke te snikken in de kaak. Schat, ze nog 15. Dus ik gooi hen, hè, want je bent toch een beetje een vaderfiguur, denkt het dan. Dat komt al verder zo gewoon naar een lulnekruk. Ik zeg, mijn meske, dat hoeft toch niet op zo'n gezellige dag, hè? Ja, dat zal wel wezen. Maar sinds zo, ik ben plotseling zwanger gerokt van een tegensputter. Ja. Hey. Ik zei, hij sputterde niet tegen in ieder geval. Ja, maar chauffeur, je begrijpt het niet. We zijn nog zo jong en wat nou? Zeg, ja, meske, maar je woont in Nederland. Je kunt gewoon naar de kliniek als je er op tijd bij bent. Ja, dat weet ik ook wel, zussen. We hebben ervan dat de wachttijd 9 maanden is daar. Hé, hey, vroeger hebben wij altijd met ons bende in de WW gewerkt. Maar best kan van de euro kon nog van alles krijgen, hè? 3 bakken bier, 2 zakken chips en een pak check. Hé, maar dat gaat niet meer, hè? Met al die beveiligingscamera's. Op een gegeven moment hadden wij voor zo weinig geld, toen gingen wij benzinepompen oplichten. Wij betolden en reden weg zonder te tanken. Hey, dus er moest geld op de plank komen, hè? En ik ken zo net zijn bureau. Zit daar zo'n melk in het loket. Hij zei, nou. Ik zeg, Harley. Toen zit hij, wat zijn je opleidingen? Je gas, water, licht. Hij zei, nee, wat ben je naar school geweest? Ik zeg, naar het VLO. Het VLO, zegt hij, daar heb ik nog nooit van gehoord. Zeg, het verruimd leeg onderwijs. Hij zei, Harley, je zult het gat in de markt moeten vinden. Hé, hey, dus ik een woensdag meer bij ons naar de markt. Een stuk of 6 van die merkkromen naar de nonderjugger gereden. Hé, hey, dat is zo'n gat in de markt, hè? Hij heeft me toch in die actie ook nog zo'n dik meubel omgereden. Hé, hey, mensen. Op die rook van u, hè, er stond meer spanning als bij ons in de merkkast. Hoe kan ik het beter uitleggen? Zij, die kan gewoon 2 kanten tegelijk op bed vallen. Ja, van de 2 persoons bed, hè. En toen zei ze, kun je niet uitkijken en gewoon in mijn hennen rijden? Ik zeg, nee, want zoveel benzine zit er niet meer in de tank. En toen begon ze te jammeren, hè. Ja, zei ze. En ik heb al van alles geprobeerd om gewicht te verliezen. Maar, zei ze, ik kan niet tegen mijn verlies. Ik zeg, hier mijn pizza. Zei ze, hé, hey, je pizza die is koud. Die is hartstikke bevroren. Ik zeg, wat pizza heb je dan ook besteld? Ja, pizza à la vier seizoen. Ik zeg, dan ben ik het stuk van de wereld begonnen, denk ik. Ja, zei ze, dat kan wel zijn, maar er zit ook nog een vlieg op met een pizza. Zei, dat klopt, die is op wentelsport.